Ja, precies, fantastisch. Het is wel slim. Ja, absoluut, absoluut. Nou, we komen zo op Persveken. Hij staat gelokt. Ja. Nou was het wel de coin die wij. Nou goed, komt straks. Klopt. Ja, Kom zo. Ik... iedereen komt weer terug Van met de harte boete. welkom iedereen. Ja, iedereen ziet ons natuurlijk. Wim is ook weer aanwezig. Buenos dias. Oh, ik heb verkeerde LinkedIn geplakt. Iedereen die nog niet echt veel van de clips af weet, zou ik zeker aanraden om even een e-book voor de beginners in te zetten. Ik zie dat ook. Kijk. Goed, ik heb een paar links ingezet. Van harte welkom iedereen. De opname start volgens mij. En even kijken of wij ook goed verstaanbaar zijn. Ja, ik kan Denk je het goed. wel. Ik kan jou Mooi. niet verstaan. Is goed. Iedereen die mee wil doen naar de prijzen. Eén coin mag je in de chat flikkeren. Ja. Niet meer. Eén coin. En Eén de kom. coin. Ja, één coin. En de coin die dan vandaag in de poll wordt getoond. En die als eerste uit de bus komt rollen. Die nemen wij mee. Die kopen wij dus ook. En de deelnemer die als eerste die coin heeft aangereikt. Die krijgt punten. En op het einde van de rit krijgt hij nog 20% van de winst ook nog. Precies. Niet van het verlies, want het is alleen maar een bonussysteem. En wil ik in ieder geval zeggen dat, nou, ik zie dat het volle bak is. Als goed is zie je mijn PowerPoint met Van de Bridge, volgens mij, hè? Hartstikke goed. En Oké. even kijken hoor. Van harte welkom iedereen. Mijn naam is Jan Robert Schutte van Crypto Cabinet. En vandaag is de co-host Jelle Peters. En hij is de founder van forexinfo.nl. Ja. En vandaag even een korte disclaimer. Alles wat we zeggen, we doen het weliswaar zelf voor mijn eigen portfolio. Doe je het ook, dan is het puur ter educatie en voor eigen rekening risico. Vandaag is dat de 25e volgens mij. 25-3. En we gaan vandaag CryptoVisie tonen en ook traden met Jay en JR. Met andere woorden, we gaan weer coins opnemen voor onze portefeuille. En nou, dit ben ik natuurlijk Hoe dat ongefotoshopt. Ja, in 2018 was dat. En nou, ik ben onder meer CEO en co-founder van Crypto Academy. Ik ben naast crypto trader ook keynote speaker. En ja, een soort traveling circus. Ik moest ook overal presentaties houden in Moldavië, Georgië, Engeland, Berlijn. Of all places, nog niet in New York helaas. Maar goed, ik heb het ook heel veel online gedaan natuurlijk. Omdat, ja, omdat er vanwege COVID-19 restrictions waren. En het laatste seminar heb ik toen online gegeven voor de Technical University of Vilnius, Lithuania, voor 100 studenten. Die waren echt heel erg enthousiast. En ik werk al jaren samen met forexinfo.nl, met Jelle Peters. Ik kwam een keer tegen bij een presentatie. Voor ja, of forex trading. Ja. En ja, Jelle, dit is jouw boek, hè, met een ongefotoshopte foto. Dat is mijn boek en mijn ongefotoshopte foto, maar dan wel voor COVID. Vandaar dat ik nu een staartje heb. En ja, dit is inmiddels. Dit boek is natuurlijk ook al vertaald naar verschillende talen. Voor iedereen die wil leren over de valutahandel en ook over hoe je goede strategieën kunt proberen en hoe je money management kunt doen, is het een. Is het echt een aanrader, zou ik zeggen, dat het geld op je zo terugvindt. Wij van WC1, wij van WC1 raden WC1 aan. Je kunt op forexinfo.nl ook allerlei artikelen vinden over forex en crypto's tegenwoordig natuurlijk ook. Ja, absoluut, absoluut. Nou, ik word natuurlijk ook vaak geciteerd in de Telegraaf. Maar goed, ik ga niet zo heel veel mezelf omhoog prijzen. Maar goed, dit is dan mijn dealing room. Mijn trading desk. Ja, je hebt maar drie, vier nodig hoor. En, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, ja, de first step to the big bucks. Begin toch met educatie. Nogmaals, als je ook het e-book downloadt van mij via die link. En ook even via forexinfo.nl gaat kijken, inderdaad naar Forex, maar ook naar crypto's. Dan word je heel goed onderwezen. We komen straks even over de markt te spreken. Allereerst wil ik jullie meenemen naar onze crypto portfolio. De offset is de J&JR portfolio is dat. Iedere week kopen wij twee coins voor $100 per stuk in Binance. En één coin wordt bepaald door wij zelf. En één coin wordt bepaald door de deelnemers zelf. En degene die dus een coin aanreikt. Ik zie al iedereen naastig tickers erin rammen. Dat vind ik heel Oh, mooi.
10 coins genoeg als het niet meer zijn. Ja, precies. Maar dan moet je straks even vol praten. Dan moet ik even een poll in elkaar knutselen. Doe maar degene die dus, de coin die naar voren komt, die wordt dan naar voren geschoven. Die gaan we kopen via Binance. Ga ik straks via een ander scherm laten zien. En laat ik ook even zien hoe je dan heel makkelijk geld stort op Binance. En dat je binnen een mum van tijd zo'n trade kunt doen. De mooie, mooie van dit principe is dat wij de komende weken tot $1000 gaan beleggen. En 20% van de winst geven wij weg aan de winnaar. Wees niet bang, de 20% van verlies hoef je niet te dragen. Wij dragen het verlies wel. En bij iedere webinar slingert dus iedereen 1 coin in de chat. En degene die aan het eind van de rit de meeste punten haalt, die krijgt dan 20% van de winst. Eigenlijk is het een gratis call, zou ik zeggen. Dus doe gewoon mee. En hoort, als iemand opnieuw inloggen, kunnen we die er dan zo weer inlaten? Lukt dat nog? Jawel, hè? Ja. Oké, okay, ja, er gaat iemand... Zie je ook mijn PowerPoint, of niet? Ja, ik zie het wel, en andere mensen ook, maar Ruud Mustard ziet het niet. Dus die gaat even uit en weer in. Als dat Moet ik even kijken, want... de room is unlocked. Dat betekent iedereen kan weer binnen wandelen. Dus ga even opnieuw uit en inloggen. Dus, Sorry. Okay. Maar even, moeten we even wel aftikken, denk ik. Anders is hij daar weg. Ja, precies. Maar goed, voor mij, okay. Is mijn PowerPoint zichtbaar? Dat is het belangrijkste. Ja, ik kan hem zien. Maar ik zag dat iemand anders ook nog, die ook nog nee. Wim Kaspers. De meeste is gewoon ja. Dus al te veel tijd verliezen. Nee, ga verder. Ik heb namelijk wat bedacht. En ik heb namelijk even een... dit is het resultaat. Vorige week hebben wij Funfair gekocht en Cardano. Dit zijn real-time koers volgens mij. We staan een klein minnetje. Je moet niet echt wakker liggen van een paar procent. Vorige week hebben wij Funfair gekocht voor $100. Het staat op 6,5% min. En Cardano staat 10%, 11% lager. Dat is door de deelnemers gemaakt. Ik heb Funfair in het geel. Dat zijn onze trades. En in het paars... ik hoop niet dat we het paars kabinet krijgen, maar goed. In het paars aangereikt is door jullie aangereikt. Ja. Dus hartstikke mooi natuurlijk. Even kijken of ik heel snel kan terug. Natuurlijk. Want, ik heb Chillus gekozen vandaag. Chillus. Ik ga eerst mijn pitch doen. En daarna mag jij je pitch doen. Goed. Eerst doe ik even een non-pitch. Het trieste is... Ik had 8000 Chillus in portfolio. En dat was namelijk in juli vorig jaar. En dat ging maar niet omhoog. En dat kon gewoon niet omhoog. En dat duurde maar lang. En voor mij heb ik ergens in oktober, november heb ik die coins de trap gegeven. Met 10% verlies. Moet je nagaan. Dus maar goed, $10 heb ik afgestreept. Onlangs heb ik dus ook voor een aantal portefeuilles weer Chillus opgenomen. En ik geloof nog steeds in... En waarom? Omdat je heel veel beweging ziet in de sportmarkt. Chillus, dat is ook een blockchain fintech provider. Speciaal voor sport en entertainment. Nou, het is echt een hele grote booming business trouwens. En wat het mooie is van dit geheel is dat heel veel clubs zijn geonboord. Je hebt Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus... OG, heb je ook nog Roma en mijn clubje is Atletico Madrid. Ik zie er ook voor mijn Turkse club, die wil ik even niet zien. Wat ik wel kan zien, en Fortuna Sittard is ook aangesloten. Dus als Fortuna Sittard is aangesloten, dan moet het wel omhoog gaan. Maar goed, wat kun je mee doen? Als fan kun je namelijk die tokens kopen, ook via Binance of via het platform. En daarmee krijg je een soort stemrecht. En je krijgt extra privileges om bijvoorbeeld artikelen te kopen met korting. Dus shirtjes, trainingspakken, ballen, weet ik veel wat. En het mooie is van jou, je kunt ook met je mobiel over straat lopen. En dan kun je een soort Pokémon-achtige tokens kun je gewoon gratis scrapen van straat af. En ik weet dat in ieder geval heel veel partijen bij betrokken zijn... MMA, UFC, is ook aangesloten. Het vechtsport. Nou, Formule 1 denk dat er ook eraan komt. Of misschien is al aangesloten. Dus ik zie een heel grote markt hierin. En zij zijn gewoon de marktleider. En dus dat is mooi. Nou, Mark zegt
Chili's is sinds 12 maart 37% gedaald. 50% gedaald vanaf de top, om exact te zijn, Mark. Maar het kan ook zijn, kan ook zeggen dat die echt vertigvoudigd is vanaf de low. Dus het is hoe je het bekijkt natuurlijk. Is het glas half vol of half leeg? Als je er zelf wilt kijken op cryptopanic.com, dan kun je ook heel veel quotes zien van, over Chili's. En ik zag ook dat er meer dan 500.000 wallets binnen een enkele aantal uren werd gedaan. En binnenkort gewoon 1 miljoen wallets. Dus het krijgt heel veel potentie. En ik denk dat het wel mooi is. Nou, hier zie je dus ook Chili's. Een behoorlijke flatline. Je ziet gewoon hartslag is gewoon nul. Dat was vorig jaar rond deze tijd. Ik heb ze nog op 3,5 cent opgepakt. Nou, op een gegeven moment ben ik eruit gegaan helemaal. Moet je nooit doen. Gewoon altijd een deel. Nou ja, en Hans de Bruin zegt ook inderdaad BTFD, buy the dip. Dus inderdaad, rond 50% zie ik daar gewoon potentie in. En ik heb deze dus al sowieso voor de portefeuilles opgenomen. Een aantal van jullie hebben ze ook al in portefeuille opgenomen. En ja, ik denk dat hier wel heel veel potentie in zit. Dit is gewoon de grafiek van Chili's. Hier zie je dus ook een behoorlijke spike richting de 1. Nou, een beetje rond 50% retracement. Waar ik nog een beetje ja, om moet wachten, denk ik, dat je echt een doorbraak hebt van de highs. Van 49, 50 cent, dat je echt een boost krijgt. Ik moet wel zeggen dat we hebben ook een soort aanscherping van een strategie. En dat is misschien wel leuk om te weten, Jelle, dat wij altijd met de coins die we in één keer innemen in portefeuille, dat ik daar dan ook 40% hoger een verkooplimiet op inleg. Mm-hmm. En dan ga ik daar ook nog voor de helft van de positie doen. En daarna ga ik weer 40% of 5% hoger, weer voor de helft. Ja. En op een gegeven moment ben ik ook nog gaan reduceren. Ik ben om $100 begonnen en ik ben met een investering van $6,25 geëindigd. Met de winst van $100. Dus, oh. En ik heb ondertussen ook $800 binnengefietst. Dus dat is een hele mooie strategie ook. Ja. En ik kom zo even op jullie pitches over de coins. Dus dat is mijn ding dus voor, ja, voor Chili's wat mij betreft. Dan ga ik even het scherm delen, zeg maar. En waar wil je die, inschieten, Jan Robert? Heb je al een limit daarvoor bedacht? Nou, ik wil gewoon. Nou, Chili's, dat is eentje. En jij hebt ook een hele mooie coin. Dat moet ik even laten zien. Ja. Dan moet ik even laten zien welke hij had. En dat is BTT, had ik begrepen, hè? BitTorrent. Ja. Ja. En BitTorrent, kun jij even een pitch houden dan? Waarom BitTorrent naar jouw idee goed is? Nou, kort dan. Ik zeg, veel me eigenlijk vooral op technisch vlak. Dus ik kwam de koers tegen. Ik zag dat hij in een retracement zit. Als je kijkt naar de candlestick. Maar dat hij zich eigenlijk vrij goed. Kijk, hij heeft een piek bereikt van bijna 40 cent. Nee, 0,004. Ja, 0,004, sorry. 4000ste, ja. 4000 cent. Je hebt gelijk. En heeft inmiddels een behoorlijke retracement gedaan. Maar als je dan kijkt naar de wat kortere termijn, dan zie je dat hij rond de 30 cent, dat daar een behoorlijke. 0,3 cent inderdaad. Ja, sorry. Shit. Ja, 0,3 cent. Jij bent optimistisch trouwens. Ja. Is een behoorlijk support aan het wordt er opgebouwd. Ja. Dus ik zie daar wel potentie voor. Eventjes kort over de coin zelf. Hij is, dit is de coin van BitTorrent. Het is de file sharing protocol, het grootste file sharing protocol ter wereld zelfs. En is overgenomen door Tron. Misschien ook wel bekend bij sommige mensen. Dat is namelijk zelf ook een coin. Maar die hebben ook een netwerk, een blockchain, uiteraard ook een actieve blockchain. Daar draait dit ook op. En BitTorrent heeft inmiddels ook een soort speed version gelanceerd. Waarbij je dus kunt betalen met de coins, waar de coins ook voor gebruikt worden. Dus ik dacht, ja, en dan gegeven dus. Kijk, er zitten dus de partij die achter het is in ieder geval wel betrouwbaar. En ik zie technisch perspectief vooral. Mm-hmm. En daarom ben ik wel geneigd te zeggen, nou, als hij nou. Mag nog wel ietsje lager, eerlijk gezegd, wat mij betreft.
Ik zou dan willen instappen. Ik heb zelf ook een limit order ergens ingelegd voor 21, geloof ik. Dus ja, 0,021 cent. Jij wacht nou op een dip van de 33%, als ik het goed begrijp. Ja, klopt. Maar ik geloof dus wel in het lange termijn perspectief van deze coin. Dus dat is mijn gedachte. Maar je kijkt niet naar het verleden. Dat is echt van 0,0008... 10.000 gestegen. Dus met andere woorden, ja, hoeveel rek zit er nog in? Hè? Hoeveel zit al in de markt ingeprijsd? Dat is ook een vraag. Ja, maar bedoel je dat, denk je dat hij verder niet meer opnieuw bij die oude top gaat komen? Nou ja, ik vraag me af, als jij dan al van de, wat ik zei, hè, 2/10.000ste al gedaald bent, opgeveerd bent, mm-hmm. Dat is meer dan een factor 10 omhoog. Dus ja. De vraag is van hoeveel rek zit er nog in, hè? En hoeveel potentie zit er nog in. En dat is het enige wat mij dus, ja, toch een beetje... Ik had ook trouwens, ik zie een quote van mij. BTT Crypto Trade of the Week, 33% upside potential. Daar had ik op 0,0008 had ik die getipt. En moet ik wel eerlijk zeggen, dat was in mei 2018. Nee, sorry, 19. Heel lang moeten wachten natuurlijk. Nou ja, vroeger... 2 jaar. Valt mee. Ja, 2 jaar. Maar goed, ik ben een hele korte termijn handelaar. Dus, maar ik heb het niet opgenomen voor mijn portefeuille nog. Misschien in de toekomst. Maar kijk, jij zegt ik wil hem oppikken op 0,002. Maar goed, dan zit ik misschien over 3 jaar nog. De vraag is, als ik jou een virtueel pistool tegen je hoofd houd. Ja, wat zou je doen dan? Zou je dan toch BDT nu kopen of chillen? Want we moeten handelen, hè, vandaag. Dat is een goede vraag. Laat toch chillen eventjes zien als je wil. Want ik heb zelf ook chillen in mijn portefeuille. Dat geeft niet. Wij ook. Nee, weet ik, maar ik wil eventjes de chart even bekijken. Ja, ik kan hier zelf ook op mijn phone even snel zien. Nou ja, ik heb hem hier even neergezet. Ja. Even kijken. Moet ik zeggen. Ja. Kijk, dit is die behoorlijke spike omhoog richting de 1. Mm-hmm. En dit is een all-time high geweest. En die komt ook van ver, hoor. Daar moet ik ook wel eerlijk in zijn. Hier, dat is ook een behoorlijke spriets omhoog. Ja, precies. Ja. En die zou je dan willen kopen op wat op gewoon markt? Gewoon wat die nu is, zeg maar? Dus, we moeten kijken. Het publiek verwacht natuurlijk een trade van ons, hè? Anders loopt iedereen weg. Ja. Nou, ik zie het wel. Ik bedoel, als ik vandaag zou moeten traden, als je inderdaad zegt, pistool op mijn hoofd en ik kan geen limit order inleggen, maar ik moet echt gewoon handelen. Ja. Dan zou ik gaan voor chillers, denk ik. Hey, laat het ook de groep even vragen. Ja. Wat, jongens, wat is jullie keuze? Gaan we chillers? Wat gaan we doen? Chillers of BTT? Ja, dus gewoon een market order. Gewoon huppakee. Ja, bestens. Gewoon blind erin. Ik zie. Het is een beetje. Wacht even, ik ga vertellen. Dus ik heb 1 voor 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 5, andere kant op. 6, 6, 7, 6, 8, 6, 9, 6, 10, 6, 11, 6, 12, 6. Het is chillers. Het is 12, 6, 12, 7. Het is 12, 7, oké. Nee, nou, doen we in ieder geval chillen. Ja. En dan houden we sowieso wel dat BTT binnen gewoon in de picture. Die schrijf ik misschien volgende week. Ja. Ja, Wim Kasper zegt gewoon 2 keer chillen. Maar er is nog steeds gewoon 1 keer natuurlijk. Ja, Wim die... precies. Dit is een lichte voorsprong die ik voor chillen. Dus dan denk ik... Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Nou, dan schieten we niet erin. Kijk, het leuke is, als iedereen meedoet met onze link, ik weet niet of Jelle een link heeft van Binance, heb je die toevallig of niet? Nee, hè? Heb ik. Zal ik die even bijpakken? Maar dat als jij die erin knalt, dan laat ik even zien. Kijk, wat we nu gaan doen. First step, of course, altijd Binance account openen. Moet je even verifiëren. Het enige wat je hoeft te doen, is een bank deposit. Dat doe je, als het goed is, zie je mijn scherm nou, hè? Slingen we gewoon even een bank deposit in. En dat doe je dan via... In de chat. Ja. Oké. Okay. Nou, doe ik even een deposit. En hoop dat de website een beetje snel gaat. Kijk, het enige wat je hoeft te doen...
de fiat, dat is dan euro natuurlijk. En dan moeten we dat via Ideal moeten we dat inzetten. Ja. Dus als ik dan euro inzet, dan zet ik de Ideal er neer. Hè, dat is amount. Zet ik even snel neer. 200 euro. Nou, iets minder natuurlijk. Hè. Maar goed, dan heb ik iets meer speelruimte. Ideal. Mm-hmm. Dan heb ik hier Ideals tikje aan. Ik heb, even kijken, ABN AMRO denk ik. Ja, ABN AMRO. Continue. Nee, niet 198. Ik moet even 201. Kijk, er zijn ook ratten, die bankiers. And you know what is the best way to rob a bank, hè, Jelle? Gun? A gun? Ja, nee, to own one. To own one or to run, to start one. Dat was mijn volgende guess geweest. Ja, precies. Kijk, dan gaan we... En nu komt er een soort pop-up, zelfs een soort schermpje, en dan staat erbij ING. Maar dat is hun checkout via ING Bank. Dat is ING van Binance zelf. Oh, ja, okay. Dan gaan we deze even erin zetten. Dan hoop ik dat deze snel wordt geverifieerd. Hoop ik dan. Bevestiging. Nou, voor mij komt dat in orde. Succesvol. Nou, succesvol. Good. En hier wil ik ook al die criticasters omverblazen. Die zeggen dat Binance heel moeilijk is. Het is helemaal niet moeilijk. Ik vind het ook helemaal niet moeilijk. Ik vind het juist een hele fijne site, eerlijk gezegd. Ja, precies. En dan moet je even kijken. En dan zie je dat bij Wallet zie je dat verschijnen, als het goed is. Bij Fiat en Spot. Of bij Overview kun je kijken. Oh, zal ik even het kamertje verplaatsen? Want dat hebben ze net gemist, denk ik. Ja, nou, zou kunnen. Even via rechtsboven zie jij dus die Wallet. Ja. En moet ik even kijken of die dan goed getoond wordt. Ik moet wel zeggen dat het kan zijn dat mijn internet een beetje traag is. Ja, maar we hebben ook twee camera's lopen op dit moment. Hè? Dat maakt ook uit. Ja, dat trekt. Maar goed, 41,83. Ik heb, even kijken hoor, Fiat en Spot. Als het goed is, komt hier ook de euro bij gestort. Hoop ik dan. Nee, ik zie dat jij ook de neer hebt. Zag die staan? Ja? Ja, heb ik ook. Oké, dan heb ik hier euro, heb ik hier 200. Nou, stel dat wij zeggen we moeten gaan handelen in USDT. Laten we daarvan uitgaan, chillers. Mm-hmm. Het enige wat je hoeft te doen, je moet even convert doen. Wat ik wil doen, $200 wil ik swappen, zeg maar. Nou, dan ga je dus een conversion doen bij USDT. Ik zal het in ieder geval van euro doen. EUR, keiharde euro's. Naar USDT, deze. Yep. Nou, dan zet ik bijvoorbeeld neer, ik wil 200 USDT's wil ik omzetten. Nou, had ze flat, 170,5 UZT. Vervolgens ga je naar Classic. Dat is de meest makkelijke, denk ik. En dan gaan we chillers opzoeken. Ja, en dan gaan we zo naar de deelnemers toe. En dan doen we 100-100, doen we dan, Albert? Dus 100 toch, hè? 100 voor onze coin en 100 voor de coin van de groep. Ja, dus dan gaan we chillers opzoeken. Nou, als we de CAZ zien, dan zie je UZT 5x. Moet je niet op letten, als jij gewoon op spot blijft handelen, dan is niks aan de hand. Je kunt ook in Turkse lira kun je ook handelen, dus voor de Turk onder ons en de Braziliaanse real. Maar ik houd even bij de USDT. Klik je erop, krijg je een grafiekje. En onder de grafiek zie je dan ook dat je kunt handelen met spot limit of spot cross en isolated. De cross en isolated betekent dat je op leverage kan handelen. Dat doe ik dus niet, ik houd gewoon bij spot. Links zie je dus omgerekend ook in dollars wat de koers is. Nou, ik slinger deze dan erin. Met andere woorden, je koopt voor $100. Dan kun je hier neerzetten voor 100 USDT. Dan zet ik deze dan 208,5 chillers. Dat is over $100. Deze, $100. Ja. Deze slingen we erin. Nou, en dan is hij uitgevoerd. En als het goed is, hebben we dan een trade history. Trade history heb ik hier. Hoor, 48 of zo, even kijken. Ik heb 207,70. Ja. Nou, die ga ik dan zo in de sheet slingeren. 0,48. 133. We gaan het meemaken. En het leuke is, hier zie je dus hoeveel fee dat je aftikt. Hè? 0,000319. Ik weet niet hoeveel dat precies is. Ja, dat is de Binance coin, toch of niet? Dus dat is ja, stel 250 keer 0,00030 en dan 319.
Nou, dat is dus 8 cent ben je kwijt. 8 cent. En dat is ook mooi, want als je dus gewoon gaat aanwenden om op Binance te handelen. Kijk, bij Coinbase heb ik zo ook nog steeds een account natuurlijk. Alleen het probleem met Binance is, of met Coinbase, dat je 2,5% iedere keer weggeeft. Dus gewoon zonder geld. Daarom ben ik steeds meer op Binance aan het spelen. Ja, en voor jullie. Als aanvullende opmerking, je kunt bij Binance dus ook heel goed yield farmer. Je kunt gewoon op Binance je coins aan het werk zetten. Ja, klopt. Een API. Daar moeten we eigenlijk. Ik zit het denk je op het volgende week. Mm-hmm. Zal ik daar even een presentatie over houden. Als de groep dat interessant vindt. Ik denk het wel. Wie wil er passief inkomsten genereren? Nou, dus ik doe ook een PowerPoint voorbereiding. Weet je niks? Ja, Arjen ook. Jarno ook. Volgende donderdag over yield farming op Binance. Want dat is echt super makkelijk. Ja, steken. Steken, ook liquidity mining als je wil, kun je dat doen. Je kunt DeFi staking doen, locked staking, flexible. Maar dan ga ik dat gewoon uitleggen. Een presentatie van 20 minuten, 25 minuten. En dan, weet precies hoe het moet. Ja, ik vind het goed, joh. Ik heb zelf, als ik me niet vergis, heb ik voor mij $1,600. Ja, dat is ook voor de beginner, Jal, hè? Voor mij, ja. Van scratch of aan, hè, is dat. Ja, precies. Ik draai het in elkaar en doen we dat volgende week, jongens. Is dat een goed idee? Ja, ik denk dat het een goed idee is. Dus ik zorg ervoor. Ik denk het wel. Ja. Kijk, ik denk, ik lijkt me een goed idee inderdaad. Kijk, hier heb ik dus om een interest wat ik heb. En als je heel goed kijkt, zie jij van vandaag ook weer. 3,25 is vandaag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik heb 10 keer interest gekregen vandaag. Ja. Ik moet wel zeggen dat het wel, gelokt is, hè, zoals je hier ziet. Ja. Maar ik hoef er niks voor te doen. En ik laat gewoon lopen. Dus ik zie het wel. Ik heb te veel interest, denk ik. Dit ding is spaak gelopen. Maar goed, dat is heel mooi. Want je kunt echt rendementen halen tussen de 20% en 30% op jaarbasis. Dus ja. Dat vind ik wel cool. Ja, en als je die coin dan toch al wil vasthouden, wat maakt het dan uit? Hè? Als je zegt van, ik ga met deze coin, ga ik niet uit de aankomende 30 dagen of 90 dagen. Dan kun je het wegzetten. Ja, klopt. Ja. Ik zie dat je de... gewoon virtueel applaus krijgt voor iedereen. Ja, dat is zeker mooi. Ja, natuurlijk, maar volgende week komt het in orde. Dat komt helemaal in orde. Dan moeten we even gaan turven. Dan gaan we even. Moet ik even oplezen welke door de groep zijn genoemd? Welke coins? Even kijken, ja, want dan moeten we even gaan kijken. Dan moeten we. Ben je even een pool maken, toch? Even een poeltje maken, met andere woorden. ER, Emergency Room. Die heeft ANT, zie ik, voorbij ANT, komen. Ja, ik zou even opnoemen. Hans Bruin. Wacht even, we moeten even naar boven naar de chat. Ja, ik zit helemaal bovenaan nu. Ja, oké. Okay. Kun jij dat even turven misschien? Doe ik. Ja, dus dat is de ANT. Dat is dan van... we kijken straks wel wie er dan gewonnen heeft. Maar het ANT. Hans Bruin kwam met Chillers, maar die hadden we dus zelf al... Sorry Hans, maar die hadden we al voordat we begonnen hadden. Had Jehovah die al gekozen. Dus ja. Dan hebben we AVAX van Ruud. Dus AVAX. Ja. De PundiX. Terwijl de PundiX. PundiX, ja. De ICX. De ICX. Ja. Icon is het voor mij, ja. Maar hier nog een keer PundiX had iemand al genoemd. De AVE. De EVE. Ja, oké. Okay. Ja. Cardano is nog een keer genoemd. ADA, ja. Dan heb ik nog een Ardor. Ja, dat is de ARDR, is dat? Ja, Ardor, ja. Ja, de One, dat is die munt van Harmony, is dat? Harmony, klopt. Ja, Dia. De Coty met een C. Ja, Coty heb ik zelf in mijn portefeuille. Ja, de Uniswap, komt ook nog even een keertje langs. Uni, ja. Ja, dan komt Peter met de Harmony, maar die was al genoemd in de vorm van de One. Ja, die heb ik al. One, ja, is goed. Dan heb ik hier nog een Stellar van Kees. XLM is dat, hè, volgens mij. En dan hebben we nog Zil. Dus Zilica, heb ik ook nog steeds een portefeuille. Heb je ook steeds een portefeuille? ik zie hier nog een. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dent. Ja. Is er wel ruimte genoeg voor jouw ding? Dent. Voor de poll. Ja, even kijken. Dus als jij even de boel vast lult, dan kan ik even een poll maken.
Ja, ik zal even. Okay, ik zit nog als laatste nog de PLBT, zie ik nog. Even die, kan als ik nog bij kan. Jawel, PL? De PLBT van Bernard kan daarmee. Ik ken die hele coin niet, maar. Die ken ik niet, nee. Pech niet drukken. Misschien bedoelt hij wel. Oké. Precies. Oké, nou doe je, maak je even de poll, dan ja. Praat ik het aan elkaar. Ja, precies. Vertel eens wat over jouw ervaring met crypto's. Nou, het was deze week, of eigenlijk gisteren wel een beetje, gisteren en vandaag was het natuurlijk minder leuk, want ja, ik ben een beetje onder water met een aantal coins, maar ja, dat hoort er ook een beetje bij. Ik had deze week ook nog een, van het weekend had ik nog een bijna koopervaring met Cardano. Ik had Cardano ingekocht op een limit order op 1.02. En daar kwam die echt op 1 cent vandaan kwam die daar in de buurt. Dus die order is niet geëffectueerd en daarna ging die naar 1.26 van de week. En dan baalde ik dus wel een beetje dat ik die order niet heb kunnen inleggen. Maar ja, dat is het nadeel van limit orders natuurlijk. Als je niet voor marktprijs erin gaat, dan kun je ook buiten de boot vallen. Ik heb nu inmiddels weer overigens een nieuwe ingelegd voor Cardano, ook op, ik geloof, 1.03. En daar is hij ook niet zo heel ver vanaf, dus wie weet. Ik zie nog een vraag van iemand. Heeft al vaak coins bijvoorbeeld op Bitfavo had staan in van met staking. Ik begrijp dat het veilig is een ledger te gebruiken, maar dan heb je die staking dus niet. Ja, je kunt volgens mij, ik doe dat overigens niet, maar je kunt volgens mij ook Cardano staken buiten een platform via een andere wallet. Een wallet waar, hoe heet die nou? Ja, ik heb Ledger Nano X of zo. Dat kan misschien. Ja, Daedalus geloof ik, toch? Is dat niet een online... Ik doe dat niet, want dat vind ik veel te veel gedoe. Ik ben een gemakse... Ja, dat is mijn gedachte ook. Ik vind het zelf ook makkelijker, eerlijk gezegd, om het dus wel gewoon via een exchange te doen. Dat is daar, maar voor staking hebben we het dan over dus, hè. Maar dan, ja, dan loop je inderdaad wel iets meer risico als zo'n exchange gehackt wordt. Mijn tip zou dan wat dat betreft zijn, als het echt groter begint te worden, om het te spreiden. Dus over verschillende exchanges. Ja, wat ook een voordeel is, hè, bij hacks en zo, je bent gewoon bij Binance gedekt. Je bent gedekt en zeker de grotere beurzen... is je risico wel echt een stuk kleiner natuurlijk dan bij een of andere flutbeurs. En bovendien is de tijd van Mount Gox is ook wel, aardig achter ons. Nee, maar goed, dat is natuurlijk een schrikverhaal wat nog steeds wel rondging. Ja, of mijn $6.000 naar de galamiezen Cryptopia. Ja, ja. Dat heeft veel crypto traders natuurlijk wel pijn gedaan destijds, maar dat is die tijd dicht achter ons. Ja, een vraag van Mark, zie ik hier nog vanaf welk bedrag moet je spreiden? Dat is echt, dat is heel persoonlijk. Dat hangt ervan hoe jij daarin staat. Sommige mensen kijken niet op of om van €5.000. Voor andere mensen is €500 al aardig wat. Dus dat overigens moet ik eerlijk zeggen, als $500 veel geld voor je is, dan en je kunt het eigenlijk niet missen, dan zou ik het ook niet... vertreden, zeg maar. Zou ik niet mee aan de slag gaan. Maar ik zou bij grotere bedragen, dus als je voor jezelf zegt van nou, ik heb een nieuw portfolio van misschien wel op enig moment tienduizenden euro's, dan zou ik wel gaan scheiden over verschillende beurzen voor de coins die je dan steekt. Coins die je niet steekt, die kun je Precies. Maar wat je wel kan doen, kijk, €500, dan kun je toch... een stuk of 10 coins van kopen, hoor, vind ik. Jawel, maar dat is toch geen... Sorry, 5 keer 100 of 10 keer 50 of zo. Dan kun je ook gewoon spreiden. Nee, weet ik. Maar ik bedoel meer te zeggen dat als je met $500... als dat je totale portfolio is... Mm-hmm. Ik weet niet of het dan echt heel belangrijk is... dat je voor veiligheidsredenen dat gaat spreiden over verschillende... Precies. Maar, nee, precies. Okay. Ik heb trouwens even de poll erin geslingerd. Ik heb alle coins die jullie hierin hebben gezet, heb ik gedaan. Dus doe iedereen mee. Hè? Ja, ik zal even... Moet ik zelf ook stemmen of niet, denk ik? Nee, wij mogen niet stemmen. Oh, wij mogen niet stemmen. Nee, wij mogen niet meedoen. Hè? Dat, ja, okay, kunnen wij manipuleren, helpen. Ja, dat is ook wel zo.
Nou, dus als iedereen eventjes wil stemmen, jongens, dan gaan we kijken wie er deze keer heeft gewonnen. En die krijgt dan 10 punten. De winnaar krijgt 10 punten voor... Ja, winnaar 10 punten. Moet even kijken met terugwerkende kracht wie vorige week de eerste was. Doen we ook nog een nummer 2 en 3? Dat we gewoon een beter gelaagd systeem krijgen misschien. Dus nummer 1 krijgt 10 punten, nummer 2 5 punten, nummer 3 3 punten. Ik zal het even bijhouden. Wacht maar even. Ik maak maar even snel een foutje aan. En dan, ja, doe jij maar. Nee, vind ik wel eerlijk. Ja, klopt. Nummer eerlijk, twee. Want, 1, ja. Is, 1 krijgt 10, 2 krijgt 5. Ja, en dan 3 krijgt 3. Ja, is goed. Ja, dus de populairste coin, die krijgt dus 10 punten. De dichtstbijzijnde, net als nummer 2, die krijgt 5 en dan 3. Ik zie iemand die zegt, mijn Dusk staat er niet bij. Ja, die heb ik misschien gemist. Dat kan kloppen. Maar we hebben echt wel een vloedgolf. Jawel, de ARDR staat er wel bij. Mark. Oh, is het ARDOR? Ik denk dat Jan-Robert de tickersymbool heeft gekozen. Die staat ik heb een uitdaging volgens mij. Want volgens mij hebben wij... Dan moet ik even kijken waar ik dat ding heb gestaan. Even kijken hoor, zodat dit tussendoor fiets. Het ging een beetje. Ja. Op een gegeven moment hadden we wel 20 coins. Even kijken, deze is nog maar de helft van iedereen gestemd. Dus stemmen. Ja, 51% zit erop. Ja, dat is te weinig. Gewoon even doorfietsen. Iedereen kan het wel zien, denk ik, toch? Ik kan het niet zien. Maar iedereen wil even stemmen, want anders wordt het niks natuurlijk. We zijn op 55%. Jongens, allemaal even stemmen welke coin je vindt dat jullie als groep, die kopen wij dan voor jullie dus. Nogmaals, de winst op het einde van het seizoen wordt, daarvan gaat 20% naar degene die de meeste punten heeft verdiend. Met het noemen van de beste coin. Je moet stemmen. Kijk eens wat er gebeurd is. Ja, het klopt. We leggen het zelf wel uit aan elkaar. We zitten nu op 64%. Nou, dat gaat al aardig goed. En zij kunnen dan niet zien zeker wie ervoor loopt, of wel? 66%, we gaan de goede kant op. Ja. Ik ben benieuwd. Ik zie hier iemand die zegt, ik noem de ADA. Dat is de Cardano coin. IR zegt, wij zien niets. Nee, dat klopt. Jullie moeten een beetje... 70%, als we 80% staan, dan knallen we eruit. Wij zien al hoe er gestemd wordt, maar wij kunnen dan weer niet zelf stemmen. Dus we laten het zo zien. Als we nog een paar stemmen hebben, dan stoppen we de poll en dan laten we zien wie heeft gewonnen. Klopt. Nou 70%. Nou, ik denk 72%. Geef nog 10 seconden, Jan-Robert. 10 seconden, ja, precies. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nu nog stemmen kan nog. Iedereen heeft al gestemd die wilde stemmen, dus... Blijf maar af. Kijk, bam. De loketten zijn gesloten. Bij de Tweede Kamerverkiezingen stemt ook niet iedereen natuurlijk. Dat hou ik toe. En voting, ja. Dus deze. En voting, share results. Ja. Wat gebeurt er? Ik zie niks. Kunnen zij niet gewoon naar beneden scrollen nu dan? Ik heb share results gedaan, maar ik weet niet wie nou gewonnen. Oh, hieronder. Kunnen jullie naar beneden scrollen en het zien, jongens? Ja, ik zie het al. Oké. Okay. Gewonnen. Dus het is... Even kijken. One, dan ga ik even zo opschrijven. Pundix zie ik. 6%. ADA, 9%. Ardor, 1. Harmony, 1. Krijg 15%. Ja, en dus is dan One volgens mij. En dan nummer 2 is ADA, denk ik. Zie ik dat goed? Oh, en Dent heeft ook 9%. Nou, dus heeft One gewoon duidelijk gewonnen. Ja, dus en dan ADA... En dan dat samen met, die krijgen dan allebei 5 punten. ADA en Dent, die heeft dat ook. Die staat helemaal onderaan. Die heeft, Dent en ADA. Allebei 5, is goed. En ADA ook. Dus dan ga ik even snel opzoeken wie had de One. Als eerste, dat was, moet ik even kijken... Ah, Jarno.
Jarno heeft de... Jarno Leenders. Ja, Jarno, oké. Okay. Ja, je hebt de volle buit vandaag. 10 punten. Oké. Okay. En dan hebben we Ada, die werd voor het eerst genoemd. Oh, dat door Guido, denk ik. Moet nog even kijken. Misschien niet. Even kijken. Jawel, dat was Guido volgens mij. Ja, Guido. Guido Weijers? Oh, en die Guido Weijers. Je ziet dat hij ook in de doos ging. Man, 5 punten. En dan tenslotte de Dent. Die werd volgens mij pas heel laat genoemd. Voor het eerst. Die zei iemand. Ja, ik ga voor Dent Erik van den Hoek. Was de eerste die zei. Oké, okay, ja. Oké, okay, klaar. Erik van de. Gefeliciteerd, jongens, met jullie punten. Nou, mooi. Points. We zijn dus onderweg. Ik zal het straks wel een beetje uitwerken. Is goed. Maar dat zijn de winnaars van deze keer. Dus we zijn officieel onderweg. We zijn vertrokken. Belgen zeggen we zijn vertrokken. Ik heb hier One heb ik hier gevonden. Het staat nu iets lager. En moet je kijken naar die grafiek, joh. Dat gaat echt als een raket omhoog. Maar goed, dat duurt even niet de zaken. We knallen er even $100 tegenaan. Dus weer op One klikken. Even kijken. Oh, zal ik de poll wegdoen, Jan-Robert? Oh, ja, is goed. Die haal ik wel weg. Stop sharing results. Heb ik. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Zal ik even scherm delen weer? Mm-hmm. Is mijn scherm niet zichtbaar nou met One? Ik kan het wel zien. Ik zal onze camera weer even een beetje naar beneden halen. Zo. Kijk, nou dan gaan we ook voor $100 even One erin slingeren dan. Even kijken, market. Voor $100. Nou, dan gaan we deze wel erin knallen. En dan kijken we wel waar het schip strandt. Gekocht voor... Even kijken. 55. Trade history is deze. Trade history is 0.17898. Oké. Okay. En dan gaan we 558.7. Die heeft de groep gedaan. Oké. Okay. Nee, mooi. Ik ben wel tevreden op zich, denk ik. Gaan we ingooien. Ja. Ja, dan werk ik even die sheet bij en dan zal ik het volgende week weer doen. Even kijken hoor. En mag ik een vraag stellen aan iedereen? Wie doet al mee met die extend portfolio? Komt even een impliciete pitch aan natuurlijk. Dat snap je ook wel. Dat is dus, mag ik een jaartje zeggen? Of nee? Ja, het is een grote groep wel. Ja, kijk. Maar wel, toch? Ja. Mooi. En wat ik zeg, hoe iedereen die lange wacht, die mist een opportuniteit natuurlijk. Dan moet je kijken wat er gebeurd is. Als het goed is, zie je mijn scherm ook. Ik heb hier ANT. En die ging echt door het dak. Dus deze. ANT Tether US. Zal ik hem laten zien? Oh ja. En het leuke is, deze hebben wij voor ons portfolio opgenomen een tijd geleden al. En hebben wij een deel op winst opgenomen. En ik moet wel zeggen dat vandaag wel een dipje was in mijn saldo. Een ja, saldo dipje. Sowieso is het een mindag op de cryptomarkt. Maar goed, ja, ik heb ook stelregel. If you can stand the heat, stay out of the kitchen, zeg ik altijd. Zie, maar je ziet dat hij ook echt boom omhoog vloog, hè? 40% ja, hoger zo wat. Zie je dat? En waar heb je winst genomen dan, een deel? Ja, dat vraag ik me af, want ik dacht dat ik een sell order had staan. En die heb ik nog in mijn portfolio, ANT. Zullen we deze even erbij pakken? Want gisteren heb ik ook een presentatie gegeven, had ik ook een deel winst opgenomen, meen ik, ANT. Dus deze. 55% erbij vandaag, joh. Dat is echt aanzienlijk. En dan moet ik even kijken hoe dat met onze trade is afgelopen. Ik denk dat hij wel richting de 40 gaat, hoor. Dat zal me niks verbazen. We willen ook... Moet je kijken wat voor volume vandaag, joh. Hoe had je die gekozen, Jan-Robert? Waar kwam je die tegen? Ja, visie, Jelle. Visie. Ja. en een beetje geluk ook, hoor, moet ik zeggen. Ja, had je tegen mij ook even kunnen zeggen. Had ik ook wel even mee willen doen.
Dat, ik had ook wel een beetje... Ja, doe je niet mee? Nou, doe je niet mee met die X10? Ja, waarom doe ik eigenlijk niet mee? Weet ik niet. Ja, Had ik nog even mooi kunnen spotten. Nou, hij had het zak nog wel even. Ja, is goed. Dat moeten we even regelen. Maar even kijken. Ik had namelijk A en T. Hieronder had ik neergezet volgens mij. Bij die trades. Trade history. Even kijken. A en T. Kijk, A en T heb ik gisteren nog gedaan voor mij. Met, op $9.10. En voor mij heb ik die andere cel. Die heb ik ook nog ingelegd. Maar voor mij staat er nog open. Even kijken. A en T. Als je hebt de ambitieuzer erin gezet, misschien. Ja, misschien wel. Maar in principe zet ik die standaard erin, joh. Dat vind ik wel irritant. Maar goed, maar je, zo zie je maar. Je hebt een piek gezien van 14. En misschien ook een vraag aan iedereen die niet, ja, die wel meedoet met die X10. Wie heeft die ook opgenomen trouwens in portfolio? Ik denk het wel, hè? Ja, die hebben dan dus ook een leuke rit wel achter de rug. Ja, mooi. En wie heeft daar ook al een winst op genomen gisteren? Of vandaag? Gerrit heeft hem al verkocht, zegt hij. Dus die heeft daar winst op gemaakt. En dan zie ik nog iemand, Jode Bakker, die zegt, die had hem al in de portefeuille. Ja, mooi. Is voor de vandaag 30% verkocht. Wat zeg je? Iemand zegt dat hij vandaag voor de derde keer de helft ja. Ja, zo blijf je net bezig. Ja, dat doe je goed, joh. Want ik had hem, ik heb hem nog steeds een X10 portefeuille. En hij is nu een beetje gezakt, de portefeuille. Maar het is niet helemaal eerlijk, omdat gisteren heb ik dan natuurlijk die trade nog gedaan. Deze even inzetten. Dus namelijk hieronder. Die invested. Ik heb Ant Aragon heb ik gisteren verkocht op $7. We hebben al $4.77 gekocht, hè? We hebben $150 hebben we al binnengefietst. Dus en de rest komt nog. Dus ja. Leuk. Ja, Sander zegt vannacht 15% via T-commas, maar die andere 15% pakt hij niet. Nou, misschien komt hij nog wel trouwens, Sandra. Maar we hebben al sowieso $700 hebben we binnengefietst aan resultaat. Mm-hmm. En de rest loopt nog, dus we moeten even afwachten. Maar superleuk. Wie vond in ieder geval tot dusver een leuke sessie tot dusver? Ah, ik vind het een leuke sessie, maar ja, ik tel natuurlijk niet, want ja, wij doen het samen. Dus, ja. Ja, je bent niet objectief, bedoel je. Ja. Nou, het zien we wel... Bart zegt top entertainment. Ja, precies. En ik wilde nog iets aan jou vragen, Robert. Want jij zit op dit moment ook niet echt in de Bitcoin, volgens mij. Of wel? Heb je nog Bitcoin-positie? Ja, klein. Ook voor die X10 heb ik nog wat gekocht. Ik heb deze week nog bijgekocht. Gisteren, maandag, volgens mij. Ja, is nu een beetje gedaald. En ik had nog een vraag voor jou. Want dat is echt meer veel meer jouw stijl dan het mijne. Neem jij ook wel eens, dek jij posities in bijvoorbeeld de Bitcoin ook wel eens af met opties? Dus bijvoorbeeld met een put-optie. Dat je op die manier eigenlijk een soort verzekering inbouwt. Of is dat te prijzig uiteindelijk? Ja, is te duur. Wat ik wel doe, ik heb 2-daagse opties, die schrijf ik. Ik heb vandaag ook nog een systeem, kost voor €400 per maand. Ja. En die heb ik ingezet om over risico's af te dekken. Maar dat is met TT en dat is met spreads is dat dan. Maar dat is wel hogere wiskunde. Daar moet ik zelf ook even naar gaan kijken. Maar inderdaad, je kunt eventueel, wat ik wel doe op mijn Bitcoin portfolio, schrijf ik wel call opties op. Met andere woorden, als de markt omhoog gaat, dan sta ik een extra premie op. Dat is net als met aandelen. Als je een aandeelportefeuille hebt en je schrijft de calls op, heb je toch wat meer extra rendement. En als het omhoog loopt, is prima. Ja. En ik schrijf wel eens put-opties. Ik heb nog een put-optie voor 50.000 lopen. De koers is nu, meen ik, 52.000 in de dingen. Hoe heet dat? In de Bitcoin. Maar het punt is dat je heel veel brandverzekering hebt betaald. Dus dan doe ik het liever via de futures. Ja. Dan zou ik liever een future geven op een gedekt geven op een
op mijn Bitcoin. Maar dat kan wel, je kunt wel afdekken inderdaad. Nou, ik moest aan denken, omdat ook bij Elon Musk, dat die heeft dus voor 1,5 miljard heeft dus Tesla aan Bitcoins ingeslagen. En toen dacht ik, ja, die gaan het niet alleen van de markt af laten hangen, neem ik aan. Die zullen dat toch ook wel een beetje afdekken. Ook al heb je nog zo vertrouwen in de markt. Nou is dat voor kleinere posities korte termijn trades die ik in ieder geval veel doe, en jij volgens mij ook, is dat niet echt rendabel, denk ik. Want het is eigenlijk natuurlijk een soort van verzekering. Maar ik vraag me af of zij dat wel doen. Ja, hij doet het niet zelf. Hij heeft daar een team voor natuurlijk. Maar denk je dat zij... Hoe bedoel je? Wat doen zij? Nou, denk je niet dat zij tegen koersverlies afdekken? Bij Tesla? Ja, je zou haast zeggen wel. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik weet niet precies hoe het zit, maar het is wel zo. Stel dat ze het niet doen. Ze hebben 1,5 miljard aan bitcoins. Ja, dan zijn ze echt heel erg exposed in de bitcoin. Ja, dat is echt seks zonder vorm eigenlijk. Met een one-night stand, zeg maar. Ja, precies. Maar het raar is dat je... Ze zeggen, je kunt met bitcoin betalen, maar de vraag is dus, ik heb ook al gelezen dat de Amerikaanse IRA, volgens mij, de Belastingdienst, die zei ja, die bitcoins worden ook als winst, als je daar winst op hebt, dan moet je daar 25% belasting op afdragen. Ja, en als je verlies maakt dan, krijg je het dan ook terug? Ja, dan kun je dat verrekenen. En dat moet er wel binnen een jaar zijn. Na een jaar telt dat niet, dus een belastingpercentage lager. Mm-hmm. Maar het raar is dat, ik vraag me af, hè, als je een Tesla in bitcoin afrekenen, welke koers hanteren zij? En, want kijk, een tijd geleden was een bitcoin 10.000. Stel dat een Tesla 80 ruggen kost, hè, dan had je 8 bitcoin nodig gehad. En nu is het dus zeg maar 1,5 bitcoin. Dus hoe gaat het in zijn werk? Ja, plus dat de koers nogal ook gewoon in een paar uur kan het nogal wat. In een paar minuten kan het nogal fluctueren. Ja, een paar minuten. Ja, precies. Onderhandelen met je Tesla showroom verkoper. En zegt hij van nou, we doen het voor 2 bitcoin. En dan vervolgens gaat de markt onderuit, zeg maar. Hè? En dan als je moet afrekenen of je... Is de bitcoin in plaats van 50k maar 30k waard. Of je dan maar 60k af te rekenen, zeg maar. Ja, ik weet er ook niet hoor, wat de fixatie is, de fixing, zeg maar. Hmm. Maar nou. Ik had ook een goede vraag trouwens over de, kun je uitleggen hoe dat werkt? Ik heb op cryptoacademy.nl heb ik een membership site met Deribit tutorials. Met andere woorden, ik handel zelf op Deribit. Ik zal even die link erin slingeren voor jullie zo. Daarmee kun je dus heel makkelijk opties handelen. En het is een misvatting dat je grote, diepe zakken moet hebben. Dat is niet nodig, want een Bitcoin-optie, dat kun je al in een tiende Bitcoin-optie handelen. En je kunt al voor een paar honderd dollar meedoen. Dus het is niet zo dat je het is niet zo dat je namelijk heel veel geld nodig hebt. Dus dat is een misvatting. En zeker met Deribit. Klopt. Het kan wel interessant zijn als je voor mensen die zeg maar bitcoin posities hebben en willen houden voor echt langere tijd, die zijn er. Gewoon mensen die zeggen, nou, ik wil gewoon gebruikt als pensioen. Ik ken ook iemand, een vriend van me, die houdt het aan gewoon voor langere tijd. En dan is het misschien wel slim om te zeggen, van, ik doe af en toe, ververs ik mijn put optie weer. Dat is eigenlijk een soort verzekering dan tegen al te groot koersverlies. Klopt. En, maar je bent dat is gewoon een stukje extra wat je dan betaalt. Want die optie die wordt dan steeds, ja, zeg maar, wordt die weer waardeloos. Want ja, dan expireert die gewoon, koop je gewoon een nieuwe optie. Maar je zit eigenlijk gewoon in voor de langere tijd. Ja, klopt. En ik weet niet, zien in mijn scherm nou ook van Deribit? Ja. Ik denk het wel, hè? Dat moet je zo laten zien. Dat slink ik zo even een link erin. Maar het mooiste is met opties schrijven dat je gewoon elke dag premie kunt ontvangen. En dat moet je wel met beleid doen, hoor. Dan moet je niet over één nacht ijs gaan. En daar heb ik namelijk ook een link voor. Dat is dus, even kijken. De setting moet ik even kijken. Dat, je hebt echt opties van 2 dagen. En dan heb ik dus 35 tot 40, 50 dollar per dag. Wat ik, oh jee, avondklok. Rutte die belt me op, je moet naar huis. als je dus gaat kijken naar de BTC-opties. Nou, je ziet dus de optie, ja, de
Bitcoin die fluctueert gewoon 3000 punten, 6000 punten in een paar uur. Dat gaat heel hard natuurlijk. En als nou de politie jou nou aantreft op straat met de avondklok, word je dan ook meegenomen naar het bureau of wat gebeurt er dan? Want ik word niet meegenomen naar het bureau, nee joh. Ik zei dat ik een urgent, iets urgents had. Het is ook urgent. Oké. Ja. Maar voor mij is het volgende week donderdag geen avondklok meer, hè? Volgende, ja, tot 10 uur. Ja, en jullie gaan jullie niet aankomend weekend in tijd verspringen ook? Dit weekend? Voor mij wel. Ja, hè? Ja, oké. Okay. Dus volgende week is jullie 8 uur is weer gewoon mijn 2 uur. Volgens mij wel, ja, klopt. Ja, dat is good to know, anders zit ik volgende week. Voor mij zitten wij, ja, precies. Ja. Spertijd, ja. Spertijd. Dat doen we denken aan de Tweede Wereldoorlog, of niet? Duitse denkbeeld brengt dat naar voren. Spertijd, ja. Ja. Ja, wat ik zal doen is, ik zal even een link sturen. Als iedereen ook interesse heeft, op gewoon een gratis accountje. Via Deribit kun je makkelijk doen. En zal ik laten zien hoe dat dan precies zit. Krijg je hier een foutmelding? Ja, deze, oké. Okay. Dan zal ik even laten zien dat in Bergen 0 bekeuring en Breda een heleboel. Zegt dat over de discipline van Bergen? Denk het wel, hè? Dat die Brabo's een beetje losbandig zijn misschien. De Brabantse nachten zijn lang, heb ik ook gehoord, hè? Ja, en misschien hebben ze ook gewoon niet wat te doen dan. En dan gaan ze maar bekeuringen uitdelen. Ik ken dat slag. Ja. Over de discipline van boa's. Ja. Overigens. Oh, Bernard. Oh, ik heb op iemand zijn tenen getrapt, denk ik. Bernard. Het gaat over gezelligheid van Breda, inderdaad. Ja. Kijk, vraag. Heeft het zin om nu coins komen in BTC of de Binance in plaats van euro wegens koersdalingen? Ik heb sowieso een core portfolio met BTC en BNB. Dus die heb ik gewoon aangehouden. En, maar dat moet je zelf weten, joh, dat weet ik niet. Dat is altijd een eigen afweging. Kijk, als je voor de lange termijn zit, in bijvoorbeeld de BNB, daar is een oud gezegd dat zegt, het gaat when there's blood on the streets, buy property. Maar ja, dat moet ik uiteindelijk iedereen voor zichzelf uitmaken. maar over het algemeen is het wel zo. Dit is geen advies, maar over het algemeen is het wel zo dat je moet proberen om je crypto's laag te kopen en hoog te verkopen. Nee, een beetje open deur in trappen, Jelle. Hey. Open deur wel. Ja, precies. Nee, bij Bitfavor kun je alleen euro kopen. Bij Coinbase ook inderdaad. Maar het punt is dat, wat ik zo wel prima vind bij dingen, hoe heet dat, bij Binance, is dat je bij Binance namelijk een hele mooie, krappe spread hebt met lage kosten, 0,1%. Hmm. Ja, en bij Bitfavo en die anderen zijn gewoon veel duurder. Natuurlijk betaal je voor gemak. Maar wat ik zie, ik heb een optie voor morgen, die morgen afloopt. Bijvoorbeeld de 53.000 call, we staan nu 52.000, ontvang je nog 300 euro. $300. En die opties kun je dus ook maal 0,1 doen. Met andere woorden, je kunt dus voor $30 meedoen om opties op te kopen of te schrijven. En wat jij dus ook zei, Jelle, je kunt ook opties inzetten als ter dekking van neerwaarts risico. Ja. Maar goed, dan moet je even een keer een andere tijd aanwijden, denk ik. Maar we gaan. Ja. Ja. Kao, het is heel simpel. Ik weet niet of jij iets van opties af weet, maar opties zijn verzekeringsproducten en gokproducten. Je kunt namelijk opties op de Bitcoin, via Deribit kun je opties handelen. Van die link die ik erin heb gezet. Dus als jij een Bitcoin in portefeuille hebt, een deeltje van de Bitcoin, kun je namelijk poedopties kopen om je risico af te dekken. Of je kunt extra rendement creëren. En dus dat is de link met Bitcoin en Bitcoin opties. Ja? Als iedereen ook nog geen toegang heeft tot mijn basis van de Crypto Academy membership site, info.cryptoacademy.nl,
moet je die maar even gaan aanschrijven van toegang tot membership. En degene die dus natuurlijk meedoet met de X10 portefeuille of betere of andere portefeuilles, die krijgt natuurlijk hogere rankings en meer ja, hoe heet dat, meer toegang. Ja. Zijn de privileged. Oké. Nee, ook, als je iets niet weet over de materie, lees niet, ga dan niet klakkeloos aannemen wat er in de future staat, of wat er in de krant staat. Het is niet zo dat de Bitcoin laag staat vanwege aflopen van de futures. Want bij elke future staat een tegenpartij. En ik kan ook Bitcoin hebben om en dan futures verkopen, dus ben ik gewoon gedekt. Met andere woorden, als mensen dan zeggen, ja, de Bitcoin gaat naar beneden, dan halen ze gewoon bij als de rogredenen. Er zijn elke dag opties, of elke week zijn er futures die aflopen. Ja. Zeker Deribit, er zijn andere partijen. Maar het is net als met AX-index of aandelen. Sta je niet blind om optie-expiraties. Er is natuurlijk wel wat. Ja, dus ze zeggen ook wel eens van, dan gaat de koers daar en daar naartoe. Ga je niet blind op varen, want het is ook zo dat analisten, dat zijn van die gasten met een das, en die zijn overpriced. De das, maar ook die analisten zelf. Die lullen gewoon alles wat krom is en wat recht is. Ik heb ook een keer meegemaakt dat... Volgende week, maar analisten, dan zie je die op tv en dan zeggen ze, ja, de olieprijs die is gestegen, want dus is nu een soort schip in het Suezkanaal is die gekanteld of dwars. En daardoor is de olieprijs omhoog gegaan. Nou, volgende keer is de olieprijs naar beneden en dat schip ligt nog steeds. Nee, dan zegt nee, opeens is de oliekraan opengedraaid door open landing, noem maar wat. Allemaal onzin verhalen. Er worden allemaal betaald. En kijk, een analist. Er zijn ook die voor niets analisten. Die hebben geen kijk op de markt. Die kunnen alleen achteraf verklaren wat er gebeurd is. En als zij zo goed waren met traden, dan hadden ze niet een tijd verspild om voor de camera te staan. Dat is mijn idee. En een kudde moet gestuurd worden, inderdaad. Het schip ligt dwars, inderdaad. Maar er gaat maar zo'n heel klein percentage van de oliemarkt daardoor heen. Er zijn heel veel krachten die een rol spelen. Maar laat ik zo zeggen, komt eigenlijk op neer. De prijs is bewijs. En pak gewoon de Trading Navigator bij, of in ieder geval de Trading View. Slinger ook gewoon daar de grafieken in. En doe je eigen research. En kijk natuurlijk op crypto. Academy.nl en op forexinfo.nl natuurlijk, hè? Precies. Want heb jij ook al forexinfo.nl, heb je die er ook al in geslingerd of niet? Oh, nee, want ik heb natuurlijk, dat zat ik dan even te denken, ik heb natuurlijk ook de hele pagina vol met artikel inmiddels over cryptocurrencies en een cursus. Dus ik dacht van, nee, kan ik ook wel even inslingeren. Daar staat inmiddels ook een stuk in over yield farming. Voor degene die daar wat meer over willen lezen. Dat was verdorie nog een hoop werk. Maar goed. zo zijn we eigenlijk flink aan het bouwen aan allebei. Aan allerlei content over crypto's. Ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, maar ik hoorde ook over... ik denk dat Simply Wolsey dat het meer te maken heeft met aandelen. Ik zit meer in de crypto's. Het punt is dat... kijk, als jij gewoon bronnen hebt, is prima om op de hoogte te zijn van nieuws. Kijk, ik heb ook Crypto Panic bijvoorbeeld. Dat doe ik puur als nieuws aggregator. Als ik iets wil weten over chillers. Dan gaat het me niet om dat een of andere pipo zegt dat chillers omhoog moet. Nee, maar gaat mij erom wat de CEO zelf zegt. Dat zij zegt, er zijn 500 wallets op een chiller chain. Of er zit iemand anders en dat weer een partij is aangesloten. Ja, dat zijn inhoudelijk objectieve dingen. En ja. Ja, iedereen heeft gewoon een mening. En ook met een bepaalde drijfveer. Al dan niet incentive. Je moet ook zo zien dat soort fundamentele factoren spelen natuurlijk wel een rol. Er is geen enkele technische trader die zegt dat de fundamentals helemaal niks helemaal geen enkele invloed hebben op de prijsontwikkeling. Want dat is natuurlijk wel waar. Maar er is nog één vraag of het prijsontwikkeling invloed heeft op van dag tot dag.
of op de langere termijn. Hè, kijk, zoals nu bijvoorbeeld met de Federal Reserve, die zeg maar, waarvan de Fed-voorzitter Powell zegt dat hij tot 2024 de rente niet gaat verhogen. Dat heeft natuurlijk wel impact. Dat heeft impact op de forex, dat heeft impact op de aandelenmarkten. Maar kun je dan echt zeggen van nou, vandaag ging het omhoog omdat het geld te goedkoop is? Nee, dat niet. Maar dat heeft op de langere termijn heeft dat een impact. Net zoals we bijvoorbeeld ook hebben gezien dat bij Bitcoin, waarom is het de afgelopen maanden zo hard omhoog gegaan? Nou, dat heeft zeker wel te maken met berichtgeving dat Jan Alleman van, maar dan hebben we het echt over institutionele investors, ineens Bitcoin gingen kopen. Hè? Square en Musk en MicroStrategy. En PayPal, ja, in MicroStrategy. In. Ja, nou dan, ja. Dan creëer je daarmee wel een beeld van, hey, nou hebben we een bepaalde station gepasseerd. En zoals Morgan Stanley ook zei van, ja, dit zou als een soort van store value kunnen worden, waarbij door jongere mensen als goud wordt gezien. Grayscale ook, heel goed, KO, absoluut. Dus ja. om maar te zeggen, Grayscale, dat fundamentele factoren spelen wel een rol, maar Jan-Robert heeft absoluut gelijk, als hij zegt dat als je, zeker als daytrader bijvoorbeeld, of korttermijn trader, zijn technische signalen veel belangrijker dan fundamentals. Die fundamentals, die moet je wel, je moet daar weten van hebben, je moet je peripherals, zoals ze dat zeggen, je moet wel de markt ook zien, zeg maar, hè? Ja. Maar je moet vooral als korttermijn trader heel goed kijken naar prijsvorming. Dus is dat wat jij ook zou onderschrijven, Robert? Ja, dat onderschrijf ik zeker. En zeker op lange termijn zie je wel effecten. Maar laat je niet, waar ik eigenlijk voor wil waken, dat je niet door emoties laat bevliegen door dat wij wat zeggen of iemand anders wat zegt. En dat je gewoon ook gelooft wat iemand anders zegt. En dat je wel je eigen huis moet doen, je eigen chart los moet laten, je eigen money management los moet laten. Dus dat je zelf wel blijft nadenken. En dat je niet zomaar iets koopt omdat het toevallig in de krant staat. Want ik weet wel dat, kranten, ik heb zelf ook trouwens krant en het Financieel Dagblad. Dat is ook heel mooi om een vis in te verpakken trouwens. Ik heb wel het Financieel Dagblad meer voor de achtergrondartikelen. Wat speelt er in de markt? Want dat vind ik wel belangrijk daar op de hoogte te blijven. Ja, klopt. Zit nou te lachen, Jelle. Vis in te verpakken. Ja. Maar ik vind wel, Bernard zei, ik kan geen donderdag zonder jullie. Dus we hebben het lab wel hoog gelegd, denk ik, of niet? Ja, dan moet er wel iets komen natuurlijk. Ik zie nog een vraag, even, want we gaan een beetje afronden. Maar dus de sessie heet visie en trading. Welke visie hebben jullie op de korte en middellange termijn op de prijsvorm van Bitcoin en altcoins in het algemeen? Ja, jij mag aftrappen en dan sluit ik af. Nou, dat is een flinke vraag natuurlijk. Ik sluit me aan wel bij de gedachte dat op de korte termijn vind ik eerlijk gezegd moeilijk. Want als je gaat mij vraagt van waar is het over een week, vind ik moeilijk te beantwoorden. Want dat hangt van heel veel factoren af. Het kan zomaar zijn dat we in een correctie komen. En die kan zo een week of 10 dagen duren. Middellange termijn denk ik dat. Overigens, Bitcoin en altcoins zitten wel. Daar zit veel correlatie tussen. Als de Bitcoin echt keihard onderuit gaat, dan volgen de altcoins vaak in het kielzog. Middellange termijn denk ik dat Bitcoin nog wat hoger gaat. In ieder geval dat de huidige bull market nog echt wel een aantal maanden aanhoudt. En het nog niet gepiekt hebben. En ik denk dat de altcoins daarin meebewegen. Maar ik vind het wel moeilijk om te zeggen, nou, alle altcoins gaan die kant op. Want er zijn inmiddels zo'n 9000 coins en ze hebben niet allemaal even veel succes kansen. Klopt. Dus ik bedoel, als je mij vraagt, waar staat de Cardano over 5 jaar? Dan heb ik wat meer, ben ik optimistischer. Dan als je mij vraagt, waar staat de, nou, zelfs maar de BTT die ik eerder heb aangeraden. Omdat ik daar niet per se denk, nou, die heb ik over 5 nog in de portefeuille. Dus ik zou zeggen, middellange termijn, optimistisch, korte termijn vind ik moeilijk te zeggen. En jij hoort. Nou, korte termijn ben ik heel duidelijk. Ik denk dat die Bitcoin nu rond de 50 wel een steun vindt. Je kunt met ietsje terugzakken, maar je ziet ook een hele mooie tendens. Het ritme van de markt is gewoon boom, en candles omhoog, correctie, weer een kleine stijging.
kleine correctie. Dus ik denk dat 50.000 een mooie bodem is om aangestampt te worden. Hij heeft nu het net bereikt ook. En ja, de 60.000, 62.000 zie ik wel voor de komende weken weer op bord. Ik had zelfs ook in de Telegraaf geroepen. Nou, ben ik zelf ook zo'n analist, maar goed. maar ik zie wel 75.000 op het einde van het jaar. Is niet echt extreem hoog of laag, denk ik. Dus voor de Bitcoin, ik ben gewoon bullish voor Bitcoin. Al moet ik wel zeggen dat ik iets meer vertrouwen heb ook in Ethereum. Omdat die veel beter use case heeft, naar mijn idee. Er draait heel veel DeFi project op. Dapps die draaien erop. Dus eigenlijk denk dat Ethereum heel erg ondergewaardeerd is nog steeds. Ondanks dat hij rond de 1600 noteert. Ik zie dus ook de altcoin. Ik moet ook onderscheid maken tussen de altcoins die in de top 500 tot 1000 staat. Of iemand of een altcoin die in de laatste 8000 is. Ja, dat is natuurlijk minder. Maar je moet ook elke coin op zijn merites beoordelen. En dat is als je gaat weer terugkijken naar mijn chillis. Daar zit een fundamenteel ding achter. Ik heb VeChain, dat is ook een hele mooie coin. Er zit ook iets achter. Ik moet ook altijd afvragen, in wat voor sector is zo'n altcoin actief, of zo'n project? En waar de altcoin op is gebaseerd natuurlijk. En heeft het ook toegevoegde waarde in de toekomst? Want dan is het sustainable. VeChain weet ik dat zij in de logistics zitten. Ze zitten in de food supply management system. Ze zitten in duurzaam, of gewoon in energie. Dus daar zijn heel veel grote partijen die daaraan meewerken. Ik heb een aantal cryptomunten die in de energiesector actief zijn, specifiek. Twee heb ik zelfs. Daarnaast ben ik bezig met het afronden van een mooi altcoin rapport op het gebied van durable energy. Dus dat is een hele mooie naar mijn idee. En dus daar zit ook gewoon heel veel power achter. Kijk, als jij af en toe een gokje wilt wagen op de altcoins die top in de nummer 7580 is, dus een hele kleine market cap. Ja, prima, het is leuk om een gokje te doen voor een paar bucks of een paar honderd euro. Ja, prima. Maar ga niet je hele pensioen opzetten, dat zou ik niet aanraden. En het is ook zo dat, dat het heel belangrijk is, kijk, de altcoinmarkt bestaat niet. En, er bestaat wel de bitcoinmarkt, dat is gewoon één coin. Maar in ieder geval is het zo dat, moet ik ook bij zeggen, dat er zijn heel veel altcoins. En niet dat ik alle 8500 heb geanalyseerd, maar er zitten heel veel leuke coins tussen. En ook dat die ene coin die ik dus ook net heb aangereikt, hè, die ANT, had hij ook naar voren geschoven, die hebben we vorige week ook gekocht. Ja. Dat die op 6% omhoog gaat, ja, dat is dan ook, of 100% zelfs meer. Dat is ook meer ook een geluk die je moet hebben. Ja. Maar je moet ook de ballen en het lef hebben om coins te laten lopen. Ik heb ook zelf coins die 2000% in de plus staan. Ik ben ook wel heel vaak heel erg korte termijn gericht dat ik gewoon all-out ga. Dat heb ik ze afgeleerd. Ik ga niet all-out. Maar ik ga iedere keer voor de helft of precies afbouwen als ik gewoon winst wil nemen. Nou, dat coin had gedaan destijds inderdaad. Als je ooit zeg maar 1000 hebt gekocht en dan steeds voor de helft uit. Dan was je nu inmiddels inderdaad, ja, weet je wel, dan ben je miljonair. Want uiteindelijk wordt zo'n... Ja. Heb je 10 bitcoins over of 12 bitcoins over. Ja, precies. Maar het punt is wel, Jelle, ik ben jaren 2013 of 14 ben ik in aanraking gekomen met bitcoins. En toen kwam ik bij een stel nerds in een zaal. Dat wil je niet weten. Er waren echt techneuten. Ik snapte geen kloten van. Ik had er over minen en die waren heel schichtig. En ik weet nog wel dat bitcoin echt $1 of $2 deed of zo. Maar ja, ik ben handelaar. Ik zei, waar kan ik dit ding kopen? Toen begonnen zij over minen, computers en mining. En toen vroeg hij wat, en dan keken ze van niet te veel over zeggen en zo. En toen ben ik ermee aan de slag gegaan en hebben we handdoek in de ring gegooid. En op een gegeven moment kwam in 2016 kwam ik in aanraking met Deribit, Derivatives on Bitcoin. Nou, toen heb ik dus ook met Harry Deribit echt al naar een hoog niveau getild. Althans als vliegwiel effect, zeg maar. Maar wij waren de eerste toen in Amstelveen, was je ook notabene overgevlogen, in New York natuurlijk, met je Learjet. maar toen, jij zat toen ook achterin de zaal. En dat was wel mooi, dat je ze ook vanaf het begin... En ik ben ook altijd iemand die, ik wil liquid zijn, als ik wil iets koop, wil ik ook er vanaf zijn. Ik wil niet met multilevel marketing shit worden geconfronteerd. Er wordt ook heel vaak projecten aangeboden. Ik ben een keer geweest bij...
Skyway Capital. Dat was echt lachen. Dat zijn echt oplichters volgens mij. Ik ben een keer in zo'n zaal geweest. Ben ik in een zaal geweest en mensen wilden gewoon intrappen, want er waren honderden mensen in de zaal. Er was een man in een pak met een glimmende das en een nog glimmende brochure en een gelikte presentatie. En zij gingen dus geld ophalen. Ze zeiden, de aandeel komt binnenkort op de markt, zei hij. Nu kunnen we instappen met een discount. Nou, hartstikke leuk. Op een gegeven moment, dan was het klaar. En op een gegeven moment, ja, oh, by the way, we are doing also an ICO. Dus en toen dacht ik, hey, jullie halen dus geld op via een IPO. Jullie hebben briljante partnerships met Dubai Investment, weet ik wat, Dubai met die monorail dingen. Ja. Dus als zij zoveel geld al inpompen, waarom hebben ze ons dan nodig, hè? Ja. En toen vroeg ik dus, hey, ICO, ik zie dat jullie nu aan geld ophalen zijn bij deze investeerders, prima. Maar waarom heb je dan een ICO voor nodig? En wat is jullie blockchain project eigenlijk? Nee, het blockchain project. En toen zei hij van, ja, die vraag kan niet beantwoorden. Kunnen we gewoon apart doen. Nou ja, ik zei, nou, I know enough, zei ik toen. Ja. Dus, maar trap ook niet in projecten met glimmende verhaal en weet ik veel wat. En zeker niet als... En er was ook met OneCoin, was ook een geval, ben ik ook naar zijn presentatie geweest. Kreeg je alleen OneCoins kon je kopen met multilevel marketing. Dan moest je iemand anders weer aanbrengen. Kreeg je daar weer een soort vergoeding voor. Maar dan vroeg ik, hey, maar die OneCoin, waar kan ik die op verkopen? Op welke exchange? Nee, dat kan nog niet. Hè, dat is alleen op ons eigen platform. En jullie weten wat er gebeurd is met OneCoin op ja, BitConnect. Ja, nee, maar je zei het straks al. Je moet eigenlijk, zeker als je coins voor de lange termijn wil aanhouden, moet je stappen in projecten waar je ook in gelooft. Waarvan je een waarde ziet. Want er zijn inmiddels zo'n 9000 coins. Maar daar zit ook een hoop zooi tussen. Laten we gewoon heel eerlijk wezen. Mm-hmm. Het ook zooi tussen. Zoals het overigens ook is op de aandelenmarkten. Het verschil tussen de aandelenmarkt en de cryptomarkt is dat wij gewoon nog niet echt een junk market hebben, zeg maar. Een penny stock market. Uh-huh. De penny stocks, hè, dus op de aandelenmarkt, voor degenen die dat niet weten, heb je zeg maar ook een aantal aandelen die zijn eigenlijk helemaal niks waard. Die heten penny stocks. Dat zijn dan bedrijven nou half failliet of hebben geen product meer. Maar die kunnen gewoon handelen. En dat zijn dan, GameStop. Wat denk je met GameStop? Hetzelfde verhaal, of niet? Dat zijn de bekende pump and dump schemes, zeg maar. Ja. En je moet je realiseren dat die penny stocks, zeg maar, die zitten ook op de cryptomarkt. Want dit zit in elke markt waar je kan handelen. Alleen bij ons, om het maar zo te zeggen, is dat nog gewoon één grote markt. Is dat... precies. En... Overigens aan Netflix, hè, Jelle, heb jij de China Hustle gezien? Heb ik niet gezien. Is dat een aanrader? Ja, absoluut. Het gaat over die Chinese scams. Oh, nou, dat is het eigenlijk... En Netflix. Ja, natuurlijk Hans, natuurlijk kun je de OTC's goed handelen. Ik heb ook een coin waar ik gewoon dagelijks gewoon mee handel en weer slinger. Maar dat zijn geen dingen die ik gewoon aan klanten gewoon aanreik. Dat doe ik gewoon zelf. Ja, kijk, als ik daarmee op de kloten ga, dan vind ik... Maar dat is zeker een aanrader. Dus op Netflix gaan China Hustle bekijken. Dat is echt cool. Ja. Kan je denk ik afronden nu, denk ik? Of inmiddels? Of wat jij hebt daar? Je curfew. Ja, de curfew, ja. Ik hoop dat Snorremans niet op de hoek staat, inderdaad. Ik ben een keer een paar blokken verder uitgestapt uit de taxi, hè? Hey, als je nou... Ja, echt waar. Ja. Als je nou een beloning gaan uitloven voor het aanbrengen van iemand in de curfew, zoals dat Duitsers het ook deden, dan kan ik net een telefoontje plegen dat er iemand... Ja, precies. Ik binnenkort het gebouw uitlopen. Oké. Hey, we gaan even kijken, want we hebben sowieso de Chillers gekocht, hè? En welke hadden we nog meer? One hebben we gekocht, hè? Chillers and One. Ja. Chillers and One, dan moet ik even kijken. De J&J had ik ook even een lijstje van gemaakt. J&JR, deze. Voordat iedereen wegloopt. Volgende week... Ja, precies. Iedereen loopt gillend weg natuurlijk. Volgende week doen we dus een presentatie, doe ik in ieder geval een presentatie over yield farming op Binance. En dan ga ik dat even haar van uitleggen. Hoe je met
coins die je langer wil houden, hoe je daar extra revenue uit kan halen. Dan en een keer later doen we ook nog weer eens een keer, denk ik, doe het jou op, nog misschien wel weer eens een optie uitleg op Deribit. Dat vind ik namelijk ook wel interessant. Dat moeten we niet volgende week doen, want dan moet je echt een avond aan wijden, denk ik. Nee, weet ik. Volgende week doen we zeg maar, en gewoon live trading en de groepspokaal en mijn presentatie voor yield farming op Binance. Nou, ik vind het fantastisch. Ik vind het fantastisch, joh. Ja, dus even kijken hoor. Ik heb deze. Nou, in ieder geval hebben we deze vier dingen hebben wij nu in portfolio. Dat is deze. Chillers, One hebben wij. Cardano. Ja. En Funfair en One. Nou, ik vind het fantastisch. Ik wil iedereen danken natuurlijk voor deze uitstekende. Ja, toch een uitstekende sessie weer. En natuurlijk ook met grote dank aan jou, Jelle. Ja, en jou ook. Ja, absoluut, absoluut. In ieder geval, de opname die is weer goed gelukt, hoop ik. En...